Dag, ik ben Zacharias Antonio. Ik ben 19 jaar oud, speel voor Union. Ik kan zowel centraal van achter spelen als op de rechterflank. Ik ben beginnen voetballen bij Germinal Beerschot in de tijd. En dan ben ik van Beerschot naar KV Mechelen vertrokken na 7 jaar. Na 7 seizoenen ben ik naar KV Mechelen. En na KV Mechelen heb ik bij Anderlecht gespeeld en werd ik gescout door RSC Anderlecht. Alleen mijn moeder werd in de tijd opgebeld en ze kwam me wakker maken en vertelde me het groot nieuws. En ik was super blij direct. Het was ongelooflijk nieuws en ik merkte wel op dat het echt serieus begon te worden. En ik zou zeggen, ik vind voetbal zelf de mooiste job ter wereld. En als je op zo'n vroege leeftijd er een klein centje aan kan bijverdienen, veranderde voor mij niet veel, maar kan toch wel plezier doen. Dus. Mijn eerste dag was denk ik de mooiste dag, want ik kwam daar aan en je zag natuurlijk hoe mooi het complex was. En natuurlijk de staf was ook heel speciaal. Niet één trainer, maar meerdere trainers. En het kledij, Adidas merk was in de tijd ook heel cool. Dus het was echt wel professioneel en een heel leuk moment de eerste dag. Ik heb met een aantal gespeeld. Ik heb met Jeremy Doku gespeeld, met Anwar Atelhadj, met Eliot Matadzo. Met heel veel jongens, heel veel. Het vlak van, ik ga niet zeggen dat er op Anderlecht veel druk ligt, maar je moet wel de druk aankunnen van presteren. En ik kon die druk ook aan, maar als jonge persoon heb je soms, ik als persoon had zelf nodig van, ik moet hier even weg. En ik moet iets nieuws durven aangaan. Het was voor mij ook een hele grote uitdaging om toch bereid te zijn om voor een toch wel mooie club in Italië in Serie B te gaan spelen. Het was natuurlijk niet het was niet zo gemakkelijk, maar het heeft me alleen sterker gemaakt, dus ik kan er alleen maar positief over zeggen. Cosenza had een andere kant van mij wakker gemaakt. Duels, met wijze van spreken, kunnen sterven op het veld. Niet letterlijk natuurlijk, figuurlijk. Maar dat had toch wel iets wakker gemaakt in mij. Dat het niet altijd mooi moet zijn om toch een mooie prestatie af te kunnen leggen. En dat heeft me ook deugd gedaan om een jaartje weg te zijn van alles. En ik vind dat ik sterker als ooit terug ben gekomen nu. En klaar voor mijn nieuwe uitdaging bij Union. Natuurlijk, Brussel is een heel mooie stad voor mij. Ik ben hier opgegroeid, met wijze van spreken. Dus was direct al voor mij een trigger een beetje, Brussel. En Union is natuurlijk, zoals ik al zei, een hele mooie ploeg met een mooie geschiedenis. En voor mij, ik zie ook een mooie toekomst met Union. Het was voor mij toch goed en positief dat er interesse waren van deze mooie club. Natuurlijk zou het mooi zijn om de eerste wedstrijd te kunnen beginnen tegen mijn oude ex-ploeg. Ik ga mijn best doen om bij de selectie te zijn, maar als het niet zo is, kan het later natuurlijk altijd gebeuren. Het seizoen is lang, hè? Het seizoen is heel lang, heel lang. Ik vind Premier League een mooie competitie. Ik zou zeggen, Manchester City is een van mijn droomploegen. Het zou best wel mooi zijn als ik daar binnen 5 jaar mag spelen. Goede band met de trainer, alleen maar positieve, lovende woorden. Is ook veel bezig met de jeugd, want ik ben zelf ook nog een jeugdspeler. En dat is alleen maar motiverend als een trainer van de eerste ploeg met zoveel ervaring u als jonge speler dan zoveel tips kan geven en ook tijd maakt om te luisteren naar wat je te zeggen hebt. Het kan alleen maar positief zijn en daar word je als speler, krijg je ook meer vertrouwen door. Er zijn zoveel dingen dat ik nu al raad over kan geven, maar ik zou zeggen, voeding serieus nemen, genoeg slapen, genoeg drinken, gezond, gewoon gezond leven. Ik denk niet dat ik dat in het verleden altijd beseft toen ik jonger was, maar hoe dichter je bij de Akeren komt, hoe serieuzer dat alles wordt en
hoe je ook ziet dat de oudere spelers, hoe professioneel ze zijn, op tijd zijn. Dat is een hele grote factor en altijd beleefd zijn natuurlijk. Dat zijn de tips die ik momenteel kan geven.